Dag lieve kinderen en welkom in mijn voorleeskot. Vandaag ga ik supersnel voor jullie voorlezen. Het tweede Supermanboek dat ik samen met Marjolein Potty heb gemaakt. Dit is de wagen van Superman. Hij is hemelsblauw en supersnel. Er komen donderwolken uit de uitlaatpijp en vlammetjes uit de banden. Superman zoeft met een knal door de geluidsmuur. De wagen zweeft over de weg, sneller dan het licht, of toch bijna. Het is een supermobiel. Superman zit op de achterbank van zijn supermobiel. Hij tobt. Heeft hij alles bij zich? Zijn koffer is volgestouwd met superspullen. Een supercape, een superpak en superslips. Touw, plakband, katapult en geluksteentjes. Alleen het hoogst nodige, zegt mama altijd. Zijn zachte knuffel en een foto van Sofietje konden nog net in de koffer. Hij moest er bovenop gaan zitten om hem dicht te ritsen. De rit duurt vreselijk lang en het is bloedheet in de wagen. Het hemelsblauwe pak met knalrode broek plakt aan Supermans billen. De grote gele zzz hangt slap op zijn buik. Het is saai in de supermobiel. Je kan wel een keer uit het raam hangen met je tong uit je mond. En rode auto's tellen en sap drinken uit een blikje. Maar spannend is dat allemaal niet. Vreselijk vervelend zelfs als je Superman heet en zin hebt in avontuur. Dan zijn ze er eindelijk. De deur van de supermobiel zwaait open. Superman kijkt om zich heen. Buitenland lijkt op thuis, maar warmer. Er is zee en zand en zon en overal lopen er blote, rood verbrande mensen. Ze hebben glimmende buiken en neuzen vol velletjes. Ze verstoppen zich achter rare hoedjes en dragen grappige zwembroeken. Hier en daar ziet Superman zelfs een paar blote billen. En iedereen eet ijs. Buitenland ruikt naar zonnecrème en zout water. Superman zeult zijn koffertje naar de zesde verdieping van het flatgebouw. De flat is mooi, maar niet veel groter dan een supermobiel. Er is een piepklein terras waar ze net oppassen als ze zich heel dun maken en niet ademen. Uit een zoemend bakje komt koude lucht. Superman peutert aan het bakje. En opeens zit zijn vinger klem. Auw, dat doet pijn. Mama komt hem redden met warm water en zeep. Dan gaan ze naar het strand. Er liggen duizenden mensen te bakken in de zon. Eén meneer loopt voortdurend heen en weer met een verrekijker in zijn handen. Hij heeft een prachtig pak aan met gouden streepjes en een zilveren fluitje hangt aan een touwtje rond zijn nek. Dat is vast de baas van het strand. Als hij op zijn fluitje blaast, moet iedereen zich omdraaien, allemaal tegelijk. Zoals worstjes op een barbecue, denkt Superman. Barbecue. Opeens trekt mama aan zijn supercape. Trek dat pak nou toch uit, zegt ze. Het is veel te warm.
Daar zit hij dan, in zijn rode broekje. Superman voelt zich bloot. Het warme zand kriebelt aan zijn billen. Hij mokt en zeurt, maar het helpt niets. Niet zeuren, zonnen, zegt mama. En ze smeert hem in met zoete olie. Ze heeft een rode neus met sproetjes. Superman trekt een emmertje over zijn kop. Pff, Superman zucht. Hij houdt niet van zandkastelen, papieren bloemen of stuiteren met de bal. Hij wil op expeditie. Een eindje vliegen en stoere avonturen beleven. Of gewoon de wereld redden. Als mama even niet oplet, glipt Superman weg van onder de parasol. Hij gaat op zoek naar de baas van het strand. Hij wil vreselijk graag op het zilveren fluitje blazen. De man met de gouden streepjes is een heuse piraat. Hij heeft een schip waarmee hij de Zilte Zee trotseert en een vervaarlijk wapperende vlag aan een mast. Superman klimt snel het kraaiennest in. Met zijn superogen kan hij het hele strand overzien en de wijde zee. Alle glimmende buiken en mama's rode neus met sproetjes. Plotseling ziet Superman het gevaar. Heel ver in zee tuimelt een surfer van zijn plank. Superman vliegt naar beneden en trekt aan het pak met gouden strepen van de piraat. Samen duwen ze het schip de zee in. Superman krijgt een knalrode jas en een verrekijker. Wat gaat het schip snel? Het zoeft over de golven. Superman krijgt tranen in zijn ogen van de zoute zeewind. Maar hij is klaar voor superactie. Net op tijd komt de boot aan bij de plank. De surfer is doornat en begint al een beetje blauw te worden. Het zeewater gutst uit zijn oren. Superman en de piraat hijsen hem aan boord. Ze geven de surfer een droge handdoek en de piraat luistert of zijn hart nog klopt. Superman houdt zijn adem in. Dan knikt de piraat. Het klopt. Hoera, de surfer is gered. Daarna redden ze ook nog zijn surfplank. Op het strand staan dichte drommen mensen. Ze juichen Superman toe. En ook een beetje de piraat en de surfer. Tussen de rode buiken ziet Superman mama. Ze glimt van de olie en van trots. De piraat hijst Superman op een stoeltje en hangt een lint om zijn hals. Aan het lint hangt een zilveren fluitje. Superman haalt diep adem en blaast. Dit was Supersnel, het tweede boek van Superman. Volgende week ben ik er weer en dan lees ik nog twee Superman boeken voor jullie voor. Tot dan. Dag.